Welkom bij Dynamite Magic Shop Product Update nummer 21. Het staat hier vol. We hebben deze keer wat grotere dingen gepakt. Zoals je weet hebben wij van Studio Merlin heel veel materiaal overgenomen. Voor de meeste dingetjes hadden we of hebben we er maar één of twee. Maar er zijn er een aantal waarvan we er nog meerdere hebben. Dus is dat de moeite om even te laten zien in deze product update. Stel voor, je hebt bijvoorbeeld een luxe koker. Lijkt wel marmer, is het niet natuurlijk, maar goed. En een aantal andere attributen. Ik heb hier bijvoorbeeld een bal. Nou, laten we bijvoorbeeld eens deze rode kubus, die je aan alle kanten kunt laten zien. Kunnen we bijvoorbeeld even hierop plaatsen. Zo. En die dekken we even af met dit hulsje, laten we het even noemen. Zo. Dan nemen we een witte kubus. Kunnen alle kanten laten zien ook. Witte kubus. Laten we daar deze koker zo overheen zetten, dat we de kubussen niet meer kunnen zien. We nemen de bal. Die gaat erin. We hebben nog een kubus. Kun je ook gewoon aan alle kanten laten zien. Even voor alle eerlijkheid. Ik doe het zo eerlijk mogelijk vandaag. Die gaat ook in de koker bovenop de bal. Maar let op. Wat waren dat voor geluiden? Vraag je je af. Ik zal je laten zien. Door wat ik net gedaan heb, is namelijk de kubus van deze kant naar deze kant gegaan. En de bal van deze kant naar deze kant. Dat betekent dat hier nu de bal ligt. En dat betekent ook dat hier nu de kubus is. Kijk, heb je de witte kubus. Je hebt hier de blauwe kubus. En de andere witte kubus. Nou, heel toepasselijk heet deze truc bal, kubus, bal. Voilà. Je ontvangt het helemaal compleet. Het past allemaal in een mooie, nou ja, het is toch wel handig dat er altijd een doos bij zit waar alles in kan. Alles past er mooi in. Nu even niet, maar je moet het even mooi in de koker stoppen allemaal. En dan kan het allemaal heel mooi mee. Ik zal het je ook laten zien ook. Waarom niet? Zo, kijken we het allemaal mooi in de doos. Dekseltje erop en klaar. Bal, kubus, bal is echt helemaal handgemaakt in Nederland. Een heel mooi stevig product. Ik spreek even voor de prijs. €189 is niet goedkoop. Maar als je bekijkt hoe dit werkt en ziet hoe het gemaakt is, dan begrijp je volledig waar die prijs vandaan komt. Is het niet meer op de markt? Heel gaaf. Bal, kubus, bal. Voor de mensen die ooit van een Tenyo gehoord hebben, daar bestaat een truc en die heet Geometric. Wat is Geometric? Dat is het is eigenlijk de grote versie. Je hebt een hulsje en één plankje. Dat plankje heeft aan beide kanten, logisch ook, een vierkant gat. Wat houdt dat in? Nou, als ik daar een vierkant blokje bij pak, dat zit nu even stevig vast in de doos voor de nieuwigheid, past dat blok pas hier zo doorheen. Kijk, zo, ik ook van de andere kant, past er gewoon zo doorheen. Maar nou is het grappige, stel voor, je plaatst het plankje met het vierkante gat in het hulsje. Nou, het grappige is namelijk dat als je een ronde bal pakt, ja, ik heb nooit een vierkante bal gezien, dus het zal een ronde bal moeten zijn, en je doet dit, dan verandert namelijk het vierkante gat in een rond gat. Dat is op zich heel bijzonder. En dat ronde gat past uiteraard alleen maar de bal doorheen en niet de kubus. Die past er niet meer doorheen. Beetje lastig. Nou, dit is eigenlijk de grote versie van Geometric, gemaakt van hout. Je ontvangt ook compleet, ook in een handig doosje, wederom. Kost €50. Zonder instructies, maar ja goed, wij kunnen je sowieso vertellen hoe het werkt. En het is heel eenvoudig. Wij noemen het dus Geometric. Een ander leuk ding. Een grote kubus. Helemaal massief. Wij hebben een kastje. En een, tik, 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 dat alles massief is, alles eerlijk is, goochelstok. Stel voor, je neemt de kubus. Die is voorzien van twee gaten trouwens. Die gaat zo in de frame. Je neemt de goochelstok. Die gaat door het frame en de goochelstok heen. Nou, alles zit muurvast. Kun je ook zien. Allebei de kanten ook trouwens. Maar, let op. Solid, true solid. Et voilà. Je trekt
De kubus helemaal vrij van de gokkerstokje. En het is helemaal los. Dit is de dobbelsteen penetratie. En de dobbelsteen penetratie kost €75. Op dit moment hebben we er nog twee. En we hebben één exact heel truc, maar is de dobbelsteen gedecoreerd als een Rubik's kubus. Als je dat leuk vindt, hier is er ook nog. Ja, dat is ook een mooie. Wat is dit? Dit zijn drie ballen. Je zou het ook kunnen zien als drie lampen bijvoorbeeld van een stoplicht. Dan hebben wij ook nog een grote koker met een transparant frame. Laten zien. Je zou het kunnen zien als een stoplicht. En nog een grote houten koker. Nou, die houten koker, laat die nu toevallig over het stoplicht passen. Stel voor je wil een stoplicht zelf maken. Nou, je had, de behuizing hadden we al. De lampen hebben we ook. De volgorde, zal ik even uitleggen, is altijd groen, geel of oranje en rood. Dus groen heb je. Je hebt geel en je hebt rood. Dat is eigenlijk de logica. Groen, geel, rood. Ik zal het laten zien ook, dat het goed is. Kijk, je hebt groen. Groen, wacht even. Daar gaat iets niet helemaal goed. Groen. Geel. Rood. Groen, geel, rood, toch? Dus we hebben groen inderdaad en we hebben ik krijg nou wat. Hoe kan die rode bal nou vandaar naar... Oké, wacht even. Iets gaat niet helemaal volgens plan. Oké, laten we eventjes die groene hierin stoppen. Laten we de gele erin stoppen. Ik kan die rode daar in ieder geval niet meer tussen. Dat lijkt me een goed plan. Ja, en dan gewoon de rode. Die door de... Nee, wacht. Die rode bal, die zou je natuurlijk ook bijvoorbeeld ergens kunnen instoppen. Ik heb hier een zakje. Ik zal even openmaken. Er zit een rits in. Zo. Maak ik even open. Het mooie is, dan kun je je hand er doorsteken. Daarom zit de rits ook in. Laat je daar nou bijvoorbeeld ook in deze zak een bal kunnen stoppen. Het kan op deze manier. Et voilà. De bal gaat in de zak. Deze manier. Wij knippen in de vingers. Knip. En als wij de rits dan openmaken, dan is de bal spoorloos verdwenen. En hebben wij geen bal meer. Ik heb ook binnen buiten keren helemaal weg. En het grappige is dan, dat als je de koker optilt, dat dan de rode bal terug zit in het stoplicht. Dit is de luxe versie van de stoplichtkoker in hout. Kost €125. Je krijgt alles wat je ziet. De echt degelijke houten koker met klep. Standaardje voor de ballen. Stoplicht. En uiteraard de ballen zelf. Dus de luxe versie. We hebben ook een ronde versie. Heb ik even niet bij de hand. Maar dat is gewoon exact dezelfde truc. Maar dan is dit rond en zwart. Dus het werd niet heel uitgebreid gedecoreerd. Die kost €99. Daar hebben we ook een aantal van. Dus ja, tot zover. Deze koker. Dan, wat ook erg leuk is, is dit. Een hele grote set. Kijk even. Als je van kleurrijke requisieten houdt, of voor kindershows, is dit wel een heel mooi ding. Nou, dit is meer voor transport, dat het nu zo samengepakt zit. Want dit apparaat, het huisje van de clown, of de caravan, die kun je even loshalen. Die zet ik even hier neer, even schuiven. Zo. Het is namelijk zo, wij hebben hier een circus, zeg maar. Kijk, hier heb je het circus. Dit is de tent waar de tijgers slapen en verblijven. Dat kan ik zo laten zien. Zie, de tent waar de tijger slaapt. En hier in de caravan woont uiteraard onze clown. Zie. Nou, die clown die rijdt heel graag in zijn autootje. Maar wat is heel belangrijk is, aangezien tijgers heel gevaarlijk zijn, is het heel belangrijk dat die clown nooit bij de tijgers gaat. Zou die naar de tijgers gaan, moeten jullie het even laten weten, want dan krijg je natuurlijk grote problemen. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Dan krijgen we de grootste problemen. Wat zeg je? Is de clown
Dus de clown is aan het kijken. Nee, lijkt me sterk, want dat zou je nooit doen. Ik zal even kijken. Nee, kijk, hij zit gewoon hier in het circus. Niks aan de hand. Geen paniek. Kijk. Ja. Nee, het is wel belangrijk, want als hij echt daar naartoe zou gaan, je kunt je voorstellen, als een clown naar tijgers gaat, hè, een tijger die valt hem aan, en dan krijg je de grootste wat zeg je? Is hij weer met de tijger? Is die clown echt met de tijger? Serieus? Nee, ik kan me dat niet voorstellen, want die clown is slim genoeg om niet naar de tijgers te gaan. Maar als jullie willen dat ik het check, dan kijk even, nee, hij zit gewoon, zie, in het circus. Geen probleem. Ja, oké. Okay. Nou, zo kun je natuurlijk doorgaan, want de kinderen blijven, telkens als die clown voorbij rijdt, blijven ze roepen dat die clown naar de tijger gaat. En op laatst zeg je, oké, okay, echt waar? Nou, ik kan me niet voorstellen dat het zou gebeuren. En dat gebeurt dan ook niet, want de clown is zowel niet in het circus, even voor de heen, zo... Hij is ook niet meer bij de tijger. Sterker nog. Help, paniek. Waar is de tijger? Oh, de tijger is ontsnapt, zie ik hier. Want die is namelijk hier terecht gekomen. Die gaat weer keurig terug in zijn hok. En uiteraard zit de clown keurig en veilig terug in zijn caravan. Zo, dit even mooi dichtmaken. Zo. Nou, dit is even een puur voor het idee presentatie. Je kunt het natuurlijk helemaal uitwerken zoals je zelf wil. Maar ik kan je verzekeren, reactie gegarandeerd als je het goed brengt. Kinderen schreeuwen alles bij elkaar. Nou, dit zijn echt heel mooi gemaakte attributen. We hebben er een stuk of 6 van deze. Nogmaals, dit is handig gemaakt, zodat het allemaal mooi bij elkaar kan als je het pootje goed draait. Het gaat allemaal mooi bij elkaar, wordt transport. Kees de Clown heet dit. Makkelijk te vertonen, kleurrijke requisieten in het Nederlands, circus en tijger. En deze kost... €225. Kees de Clown. Zo. Die gaat ook even weg. Ja, heb je het ook gezien? Ik heb een nieuw goochelstok, zie. Heel groot. Zie. Oh, volgens mij is hij ook een beetje niet helemaal lekker. Het is een beetje een... beetje... Nou ja. Trouwens, vind ik eigenlijk heel klein ook. Misschien... Dit is eigenlijk natuurlijk wel, dit is wel iets beter. Het lijkt al meer op rookstok, is iets groter, zie. Alhoewel die ook een beetje, nou ja, slapjes is, zeg maar. Oh, wacht. Hier heb ik nog eentje. Oh, ja, maar die is helemaal wel een beetje te lang. Dan kun je niet eens, kun je al mee zwaaien, zie je, maar het is een beetje raar. Dit is ook meer, een, hallo, weer een snor. Ja, stel ervoor dat je met z'n drieën gaat goochelen. Wie krijgt dan de lange goochelstok? Wie de middellange en wie de korte? Dat is ook moeilijk te verdelen. Weet je, wat we zouden kunnen doen natuurlijk, is dat we die stokken gewoon even lang maken. Dat is natuurlijk wel grappig, dat je ze gewoon even lang maakt. Dus dat je één goochelstok hebt die net zo lang is als de tweede, maar die ook weer net zo lang is als de derde. Dat kan natuurlijk wel. Dus dan heb je gewoon 3 goochelstokken die even lang zijn in plaats van 3 ongelijke. Want die 3 ongelijke is leuk, maar die hadden we dus net, en waren dus deze. En... Wat gaan we nou krijgen? Nou ja. Dit is even puur een stukje uit de nieuwe DVD van Jay Sankey, Wonderful. Wonderful, moet ik zeggen. Je krijgt erbij ongeveer 1,80 meter van dit zwarte nylon touw. Dat mag je zelf op maat maken. Waarom is dat nog niet gebeurd? Heel simpel. Jay zegt, nou, er zijn smakenverschillen. Sommige mensen willen witte uiteindjes, sommige zilveren. Sommige willen tape gebruiken, sommige plakfolie. Dat kun je allemaal zelf beslissen. Daarnaast legt hij verschillende routines uit op de DVD. Voor de ene moet je de touwen prepareren 27,5 centimeter bijvoorbeeld. En voor de andere 10 centimeter. 25 centimeter. Omdat hij niet weet wat jij precies wil gaan doen, je kunt namelijk kiezen wat je gaat doen, heeft hij ze nog niet geknipt en geplakt, maar kun je dat zelf heel eenvoudig doen. Gewoon met een scherp mesje kun je touw snijden en dan voorzie je ze van een tapeje op het uiteinde en dan heb je dit. Nou, als climax kun je al deze touw bij elkaar pakken, trekt ze tot één lang touw en dan zitten er nog de witte stripjes in het midden. En als je die schuin houdt, schuiven die ook nog weg. Dat kan ik nu niet, omdat ik daar niet op geprepareerd ben. Maar dat is een mogelijke extra optie. Nou, je leert op de DVD de complete Professor's Nightmare routine. A la Jay Sankey stijl. Ja, en dit is natuurlijk veel leuker dan witte touwtjes. Dit spreekt natuurlijk heel erg aan voor kinderen ook. De goochelstokjes touwtjes. Nou, je kunt alle grappen weer maken die je kunt verzinnen. Ze zijn ziek, ze zijn slap, ze gaan dansen, een snor, weet wat je ook maar wil.
DVD-folders van Jay Sankey over, ja, eigenlijk is het The Professor's Nightmare. Deze kost €49, dus compleet met heel veel touw. Je hebt dus nog genoeg touw over. Volgens mij kun je zelfs twee sets maken als je de finale niet gebruikt. Dan heb je zelfs daar genoeg touw voor. Dan zie ik hier Separagon van Woody Aragon. Is een mooie DVD. Wat leert je? Het leert je om, hoe zou ik het beste uitleggen? Ja, kaarten te sorteren. Zonder dat mensen het in de gaten hebben. Dus je kunt een spel lenen eventueel. Je kunt een spel geschud hebben. Je laat de kaart kiezen. Bijvoorbeeld zoek de kaart op in het spel. En terwijl je die kaart eigenlijk opzoekt, kun jij in dat proces al kaarten bijvoorbeeld zwart van rood scheiden. Op de DVD ligt er nog een aantal routines ook. Waaronder een Oil and Water, waarbij je normaal gesproken een aantal kaarten van 8 kaarten, rood en zwart, telkens scheiden. Nou, en in deze versie is op het laatste het hele kaartspel ook mooi gesorteerd. Dus rood en zwart apart. Dus het gaat voornamelijk over de techniek die je leert. Maar ook met allerlei routines en ideeën erbij. Is het waardevol? Ja, het is zeker heel waardevol. Als je van kaarteffecten houdt en van eigenlijk ook impromptu effecten met een geleend spel. Als je de techniek helemaal beheerst. Nou, techniek, hoe simpel is die? 5 minuten en je begrijpt het helemaal. Even mee spelen en klaar. Dus een aanrader. Separagon DVD van Woody Aragon. Dan het Ultimatum deck van Alakazam. Ook een mooi ding. Overigens Separagon €39. Ik weet niet of ik dat gezegd, maar het is €39. Ultimatum deck. €39,50 van Alakazam. Wat is het Ultimatum deck? Nou, je hebt heel veel kaart uit any number routines. Dit is er zo eentje. Je laat bijvoorbeeld 3 mensen een kaart kiezen. Spreid het kaartspel uit. 3 mensen mogen elke getal onder de 52 noemen. Je gaat tellen naar de kaarten. En op alle 3 de plekken liggen de gekozen kaarten. Vergt het enige manipulatie of stiekem handelingen? Nee, het is een speciaal deck. En met dat speciale deck maakt het echt heel gemakkelijk om dit effect te laten slagen. Dus het is ja, totaal niet moeilijk. Je moet natuurlijk over nadenken wat je moet doen. Dat geldt voor elke truc. Maar technisch is het helemaal niet moeilijk. Het kan overigens ook met 2 toeschouwers een getal laten doen. Maar het kan ook met 1 toeschouwer. En dan kun je het zelfs ook nog herhalen als je wil. Met diezelfde toeschouwer. Zodat we een andere kaart kiezen. En die wordt weer teruggevonden op een willekeurig genoemd getal. Ja. Voor de mensen die van dat soort effecten houden. Zeer aan te raden. Je ontvangt het speciale deck. Wauw, het ziet eruit als een normaal deck. Maar je ontvangt het speciale deck. En in het deck zit een speciaal kaartje. Met daarop een link naar de instructievideo. Waarop je precies leert hoe dit allemaal in elkaar zit. Volgens mij duurt de video 1 uur en 3 kwartier. Ik heb er een heel deel heel stuk van gekeken. Dus meer dan genoeg informatie om hele coole dingen mee te doen. Ultimatum deck. Ja, dan ook een lang verwacht boek. De Blomberg Laboratories. Ja. Andy Gladwin heeft dit boek geschreven over Thomas Blomberg. Als je van boeken houdt met een moderne inhoud, met nieuwe ideeën, met nieuwe denkwijzen, nou, dan is dit er echt eentje. Ik heb zelf even heel snel er doorheen gebladerd en twee trucs gelezen. En ik kan wel zeggen dat het absoluut innovatief is. Het is mooi als je iemand die meer in de wiskunde, puzzelwereld, laten we het zo even noemen, heel bekend is, veel met zijn hoofd daar zit, goocheltrucs gaat bedenken of verbeteren. Want dan krijg je namelijk een heel andere aanpak. En dat zie je voornamelijk in dit boek. Dat je volledig andere ideeën krijgt. Ook bijvoorbeeld de Crazy Mad Handcuffs, een hele mooie finale. Die hij dan totaal anders aanpakt. Ik kan er niks van laten zien. Het zijn niet zo dat ik trucs geleerd heb hieruit. Maar als je een gaaf boek wilt zien. Kost overigens €69. Is dit absoluut een aanrader. Ik persoonlijk verwacht dan ook dat dit op de korte termijn al uitverkocht zal zijn. Ik weet niet of er een tweede druk zal komen, maar ik verwacht zeer veel van dit boek. Er bestaat ook een collector's edition. Hebben wij niet op voorraad. Waarom niet? Dat was al uitverkocht binnen no time. Dat was echt heel snel weg. Nou, en als een collector's edition, die zeg maar 3 keer zo duur is, snel uitverkoopt, dan kun je ervan op aan dat het boek zelf ook heel snel weg is. Dus als je houdt van toch voornamelijk kaarteffecten, zeg ik wel bij, wat ik in dit boek zie. Ook wel andere dingen met elastiekjes, maar voornamelijk kaarteffecten op een vernieuwende manier. Is dit heel gaaf. Blomberg Laboratories by Andy Gladwin. Zo, ik ben er al doorheen.
een hele rij effecten was dit achter elkaar. Ik spiek even rond of er nog iets is wat ik zou kunnen laten zien nog. Want er staat hier zoveel. Af en toe dan, zijn klanten in de winkel en dan vragen ze, goh, kun je dat en dat effect laten zien? Dan zeg ik, tuurlijk. En dan denk ik, goh, weet je, dat zou ik eigenlijk in een product update moeten laten zien. Want daar hebben we eigenlijk al heel lang op voorraad. Het verkoopt ook heel goed, maar ik laat het eigenlijk nooit zien. En dat is eigenlijk zonde. Ik zie ze heel snel even niks staan. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan ermee stoppen. Het is immers vakantie. Voor de mensen die nog niet vakantie hebben gevierd of nog op vakantie moeten gaan, wens ik jullie allemaal een hele fijne vakantie. Ben je al op vakantie en zie je dit vanaf vakantie? Nou, dan geniet verder van je vakantie. Op de meeste campings en plekken is wifi. Dus dat houdt in dat je daar ook dit filmpje kan bekijken. Nou, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei!